Vandaag wil ik het met jullie hebben over anticonceptie. Een aantal veelgestelde vragen. En wie gaat die voor mij beantwoorden? De one and only Gitte Wolput. Hallo. Dag Gitte. Dag Dorien. Gitte, we hebben elkaar nog niet mogen ontmoeten in het kader van dit programma, dus wees welkom. Dank u. Wat doe jij juist bij Testaankoop? Ik werk op de afdeling gezondheid en ik ben daar onderzoeksmedewerker. En wij nemen continu gezondheidsgerelateerde onderwerpen onder de loep. En vandaag ben ik hier om het inderdaad over anticonceptie te hebben. We hebben op onze website een dossier waar we alle mogelijkheden hebben opgelijst met de voor- en de nadelen. Alright. Nu, iedereen kent de pil, de condoom. En dan heb je nog wel een race andere zaken. En ik zie dat jij van alles meegenomen hebt, dus ik ben heel benieuwd. En ik geef het woord aan jou. Wat zijn zo nog een aantal veelgebruikte producten? Ja, ik heb inderdaad een aantal zaken meegebracht. Hè, zoals dit. Dit is een spiraaltje. Ja. Nu, dat wordt ingebracht in de baarmoeder, niet het hele ding. Hè, dus het is eigenlijk enkel dat bovenste stukje. Ja. Dit is nu een koperspiraaltje, dus daar zitten geen hormonen in. Hè, dus dat geeft elke dag een beetje koper af, wat dan de zwangerschap tegengaat. Dat creëert een kleine... Dat is geen probleem. Dat is geen probleem, hè, dus dat is veilig. Nu, het hormoonspiraaltje geeft dan elke dag een kleine dosis hormonen af. Alsof je de pil zou nemen, oraal, maar dan hoef je niks meer te doen. Het voordeel is dat dit, dat werkt, dan ben je beschermd voor 3 tot 10 jaar tegen zwangerschap. Ja. Dus veel dames gebruiken dit, hè? Een optie, zeker voor mensen die de neiging hebben om de pil te vergeten, is dat toch wel een mogelijkheid. Ja, en dat kan door de gynaecoloog. Dat wordt door de gynaecoloog. Daar maak je een afspraak voor. En dan, Wat dat er nog is, is dit. Dat is dus eigenlijk... dat ken ik niet. Het pakje laten zien. Ja? Dus dat is een pleister, de hormoonpleister. Dus daarin zit dit dus... En dan moet je hoeveel pleisters zitten daarin? Ja, dit is er eentje. Ik heb er hier eentje open gedaan. Ja. En dat plak je dus op de bovenarm of de buik of ergens anders. En dat is dus, dat moet je wekelijks vervangen. Dus dan moet je niet zoals bij de pil elke dag denken aan een pil te nemen. En dan ben je beschermd tegen zwangerschap. Dan ben je beschermd, ja. Maar je moet er natuurlijk ook wel elke week aan denken. Ja, ja. Het is een beetje de vraag, is er wekelijks ergens aan denken? Is dat gemakkelijker om elke dag ergens aan te denken? Ja, dat is... Het is even betrouwbaar als de pil. Oké. Die kende ik niet. Dan heb ik ook nog dit. De vaginale ring. Hè, dus dat breng je in. Ja, dan moet je dan zo samen duwen. Daar zou ik al heel veel stress over hebben, dat ik inbrengen. Dat dan fout inbreng. Ja, dat is... Nu, de precieze locatie blijkt niet zo heel belangrijk, maar je moet het wel diep genoeg inbrengen, zoals het tampon eigenlijk. En dat voel je niet zitten tijdens het vrije? Dat voel je normaal gezien niet zitten. Oké. Okay. Ja. Ik heb ook al wel gehoord dat bij sommigen dat het toch nog wat loskomt. Dus voor sommige vrouwen zijn er goed mee gediend, andere minder. De vaginale ring, en die moet je dan wanneer vervangen? Je houdt die 3 weken in en dan kan je kiezen. Dus ofwel haal je die eruit en heb je dan een stopweek, zodat je dan een menstruatie krijgt. Ja. Maar als je dat wil, kan je dus ook onmiddellijk een nieuwe stoppen en dat je dan geen menstruatie hebt. Zoals dat je dan de pil doorpakken, zoals we zeggen. Ja. Inderdaad. Oké. Dan, wat dat ik niet bij heb, dat is een andere optie. Zo'n hormoonstaafje dat men dan in je arm implant. Dat gaat ook... nu ga ik eens even spiepen. Dat gaat ook wel... Er zit ook wel even mee gediend. Wacht, wat heb ik hier nu? Misschien dat gaat 3 jaar mee. Dus dan ben je 3 jaar beschermd. Nu, af en toe... Dat is heel zeldzaam. Je hebt zo van die verhaal gehoord dat dan wat zoek raakt. Dus je moet het altijd wel blijven voelen. Zolang je het kan blijven voelen. Toch wel? Niet toch wel. Het is toch ook wel populair. En dat geeft dus ook hormonen af in je lichaam? Geeft hormonen af. Net zoals dat je een spiraal zou... Ja. Een andere optie, dat is dus eigenlijk de prikpil. Dus dan krijg je een injectie. Dat moet om de 3 maanden wel naar de dokter gaan. Dus dan moet je dat wel in je kalender zetten van 3 maanden later, van niet vergeten naar maar de dokter te gaan. Maar voor die 3 maanden ben je dan helemaal Nu is het wel zo dat dat wordt afgeraden voor jongeren, omdat er mogelijk een verband is met een verminderde botdichtheid. Oei. Dus dat die jongeren dan zwakkere beenderen krijgen. Het is ook het enige dat het van de hormonale middelen, dat die vruchtbaarheid, als je ermee stopt, kan dat tot 1 jaar duren voordat die vruchtbaarheid terugkeert. En dat heb je dus niet met de pil of met het spiraaltje. Nee. Is dat eigenlijk vrij snel dat dat terugkeert. Ik heb ook nog dit meegebracht. Een gigantische condoom? Ja, dus dat is eigenlijk een vrouwencondoom.
Ah, ja. Dat heb ik nog nooit in tech gezien. Het kleeft zo wel wat. Dus het is niet altijd zo gemakkelijk te vinden. Ja, je kunt het online bestellen. In een apotheker heb ik het moeten laten bestellen. Dus dan knijp je dat dicht, breng je dat in. Zoals die vaginale ring eigenlijk. Ja, en dit blijft dan aan de buitenkant. Ik heb het zelf nooit gebruikt, maar een vriendin van mij zegt dat het toch wel wat gekke geluidjes kan maken. Dus, dat lijkt mij de mannencondoom misschien gewoon... Ja, het is ook niet goedkoop. Hè. Ik heb nu voor 3 stuks heb ik 15 euro betaald. Oeh. Dus ja, dat is dan toch 5 euro, 4, ja. 5 euro ongeveer. En we herbruiken het uiteraard niet, veronderstel ik. Nee. Dus voilà, dan is dat toch wel... Dan als je graag vrijt, is dat toch een kost om mee rekening te houden. Hè. Ja. Schat, gaan we 5 euro uitgeven of niet? Ja. 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 Nee, maar wordt die veel gebruikt, denk je? Ik denk eigenlijk dat dat zo populair is. Ik ken er geen cijfers van, maar ik heb het ook eens aan mijn vriendinnen gevraagd. En eigenlijk niemand van hen heeft het... Ja, buiten dan die ene vriendin, die het is zo om te proberen gebruikt heeft, maar zeker niet regelmatig. Dus, maar cijfers ken ik er niet van. Qua prijzen inderdaad, is misschien toch niet onbelangrijk. Hè? De meeste dingen, we gaan het er straks over hebben, zijn ook voor vrouwen gecreëerd. Ja. En hebben allemaal een prijskaartje. Ja. Heb je daar een idee van... Ja, die prijzen die kun je nazien op de website. Ja. Ook al, maar wel belangrijk daarbij om te weten is voor jongeren dat heel veel pillen gratis zijn voor jongeren. En spiraaltjes, een aantal merken, zijn dus volledig gratis voor jongeren. Dus niet allemaal, maar dus het is zeker wel... Min 25. Ja. Dus zeker de moeite om dat te bespreken met de gynaecoloog. Ja, absoluut. Dat is, Hopelijk hebben ze geen schroom om eerst die afspraak te maken. Ja. Maar dat is zo. Je hoort wel dat vrouwen toch zwanger worden. Zelfs al zijn ze heel plichtbewust hun pil of gebruiken ze een condoom. Hoe komt dat? Zijn daar cijfers van? Bijvoorbeeld de pil. Dus pak het hier even bij... Er is geen enkel middel 100% betrouwbaar. Hè. Dus de pil, 3 op de 1000 vrouwen die de pil neemt en die het perfect gebruikt, wordt toch zwanger. Maar in de praktijk spreken we wel over 9%. Ja, hoe komt dat? Dat is dan dat ze wel eens een pil vergeten of braken, diarree. En wat veel mensen ook niet weten, is een wisselwerking met geneesmiddelen. Dus sommige die geneesmiddelen, bepaalde antibiotica of medicatie voor epilepsie, die dan die werkzaamheid wel verminderen. Maar ook wel belangrijk, voedingssupplementen. Hè, bijvoorbeeld voedingssupplementen met Sint-Janskruid kunnen ze ook kopen in de winkel. En mensen staan er niet altijd bij stil dat die betrouwbaarheid wel kan doen afnemen. Wat ik ook verrassend vond, is de cijfers van een condoom. Hè, dus als je het perfect gebruikt... wordt slechts 2% van de vrouwen zwanger. Maar in de praktijk spreken we al wel over 18%. Dus dat is bijna 1 op 5. Dus dat is dan ook dat je het niet altijd helemaal juist gebruikt. Dat het dan toch per ongeluk afgeleid. Met een vaste partner waarvan je zou kunnen uitsluiten, waarvan je weet van we kunnen veilig vrij. Is het misschien toch niet aangeraden? Is de kans dat je dan iets, dat je zwangerschap hebt, wel groot? 1 op 5 op een jaar tijd. Nu, natuurlijk, het is het enige dat ook wel bescherming biedt tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Dus vandaar zeker een aanrader. Maar als je echt niet zwanger wil worden, raad ik toch aan om het te combineren met een ander middel. Dan ben je toch zeker. Ja. Het condoom is natuurlijk zonder hormonen. Veel van de spullen die je meeneemt, hebben wel hormonen. We zitten in een... tijdperk waar daar toch veel rond te doen is. En heel veel jonge vrouwen ook bewust geen hormonen willen nemen. Begrijp je dat? En is dat terecht? Dat moet natuurlijk iedereen voor zich uitmaken. Maar het is natuurlijk wel zo dat die middelen met hormonen... die kunnen wel bijwerkingen hebben. Hè? Dus vaak voorkomende bijwerkingen. Hoofdpijn, misselijkheid, gevoelige borsten. Dus dat zijn wel zaken die meestal na 3 maanden wel... als je lichaam eraan gewoon wordt, voorbij gaan... Maar het is ook wel zo, de combinatiepil of de hormoonpleister of de vaginale ring, dat daar toch ook wel een licht verhoogd risico op bloedklonters bij is. Oh, hè. Ja. Nu, we moeten dat ook niet overdrijven. Ik heb hier de cijfers bij. Hè. Dus vrouwen die geen pil gebruiken, niet zwanger zijn of niet net bevallen, spreken we over 2 gevallen op 10.000 vrouwen. Vrouwen die dan de pil nemen, dan zitten we aan 5 à 10 op de 10.000, afhankelijk van het type pil. Het minste risico is met de zogenaamde tweede generatie pil. Wat dat is, kun je ook allemaal op de website nalezen. Maar daartegenover staat, en dat vind ik toch ook wel belangrijk om te vermelden, als je zwanger bent, is dat risico nog
veel hoger dan als je de pil neemt. Hè. Dan spreken we over 10 tot 30 op 10.000 vrouwen. En de eerste 6 weken na de bevalling is dat nog hoger, 50 tot 100 op de 10.000. Dus ja, het moet wel in de context bekeken worden. Hè. Nu is het ook wel zo dat die, ja, de pil en andere hormonale middelen dat die ook wel een licht verhoogd risico op borstkanker met zich meebrengen. Maar ja, we spreken moet ook niet... moet ook wel genuanceerd worden. We spreken over een extra geval per 8000 vrouwen. En het is ook wel zo dat die combinatiepil dan weer bescherming blijkt te bieden tegen een aantal andere vormen van kanker. Hè, zoals... eierstokkanker, baarmoederkanker en darmkanker. En dus eigenlijk het totale risico op kanker blijkt niet verhoogd. Mm-hmm. Ja, de pil wordt ook soms voorgeschreven los van de effectieve functie anticonceptie. Bijvoorbeeld iemand met enorm veel problemen met acne. Mm-hmm. Ja. Ook wel mensen met heel pijnlijke menstruatie, wordt dat wel eens gezegd. Daartegenover staan vrouwen die zeggen van ja, ik vind dat ik daarvan ben bijgekomen. Borsten groter, klein. Is dat effectief? Iets van die, wat je ook in het onderzoek hebt gemerkt? Die gewichtstoename, ja. Dat hoor je inderdaad heel veel. En dat wordt ook wel... gerapporteerd. Hè. Het staat ook in de bijsluiter als mogelijke bijwerkingen, maar wetenschappelijk onderzoek heeft tot nu toe geen enkel verband kunnen aantonen tussen de combinatiepil en bepaalde andere hormonale methodes en gewichtstoename. En dus in verschillende studies blijkt dat vrouwen die de pil nemen niet meer bijkomen dan vrouwen die niet-hormonale methodes gebruiken of een placebo-pil. Er is één uitzondering en dat is de prikpil. Daarvoor, dat is dan die injectie waarbij je hormonen krijgt toegediend. Daar zijn er wel meer aanwijzingen, iets sterker bewijs dat dat daadwerkelijk tot een aantal kilo's gewichtstoename kan zorgen. Nu, wat je wel ziet, is dat sommige van die hormonale middelen, als je ermee begint, dat je lichaam meer vocht vasthoudt. En dan, dat kan ook wel verklaren dat je de indruk krijgt dat je in het begin er een beetje van bijkomt, maar eens dat je lichaam er gewoon aan is, ja... valt dat er dan weer af. Hè. Maar dus de prikpil is eigenlijk het enige hormonale middel waar dat er een verband toch wel is aangetoond. Alles wat je nu meegenomen hebt, buiten dan die condoom, is inderdaad voornamelijk hormonaal. Hè. Je neemt het in of het zit in je lichaam. Het heeft toch wel een grote impact. En veel vriendinnen van mij zeggen ook, ja, ik heb het gevoel dat ik geen libido meer heb of veel minder. Het spiraal bijvoorbeeld zorgt er ook voor dat je amper of geen menstruatie hebt. Ik ken heel veel mensen die gewoon al 10 jaar niks van menstruatie meer hebben. Daartegenover staat niks nemen, dan voel je je lichaam... 100% in alle... Ja. Maar klopt het dat uw libido wel heel gelinkt kan zijn? Dat is inderdaad ook wel iets dat je dikwijls hoort. Impact op het libido en ook humeur. Hè. Ja. Depressieve klachten. Er zijn minder... Zo 1 à 10% van de vrouwen geeft aan dat het libido verminderd is of dat ze toch wel depressieve klachten hebben. Maar de vraag is, komt dat door die pil of door dat hormonaal middel? Dat weten we eigenlijk niet. En de studies tot nu toe zijn tegenstrijdig. Hè. Sommigen laten een verband zien, anderen dan weer niet. Ook wel belangrijk daarbij te vermelden is dat er ook wel vrouwen zijn die aangeven dat ze net meer libido hebben, meer zin in seks, sinds dat ze hormonale middelen gebruiken. Hè. Dat ligt ook niet per se aan die pil. Kan ook te maken met het feit minder zorgen over een ongewenste zwangerschap, kan ook een rol spelen. Met dat humeur, er zijn ook vrouwen die aangeven dat ze minder stemmingswisselingen hebben sinds dat ze de pil nemen. Misschien ligt aan het feit dat die hormonen meer stabiel zijn. Het kan ook zijn dat er andere factoren een rol spelen. Ja, momenteel heeft de wetenschap daar eigenlijk geen antwoord op. Wat me opvalt is dat buiten de condoom alles voor vrouwen ontwikkeld is. Ja. Wat kan een man doen die zegt van ik wil mijn steentje bijdragen? Ja, ik kan een condoom omdoen. Sterilisatie, maar dat is toch al wel heftig, denk ik. En terugtrekken we dan voor de uitzending erover, maar we hebben al besloten dat dat niet aan te raden is. Hè? Zo zijn er al heel veel babytjes gemaakt. Ja, inderdaad. Dat, naar die betrouwbaarheid toe is van die natuurlijke methode, zoals terugtrekken. Dat noemen ze de natuurlijke methode. Dat is niet echt heel betrouwbaar. Tellen. Ja. Dus dat is ongeveer, 24% in de praktijk die toch zwanger wordt. Hè. Dat geldt trouwens ook voor de natuurlijke methode, zoals uw vaginale afscheiding in de oog houden of uw temperatuur, om te zien wanneer dat je als vrouw dan vruchtbaar bent. Dat is ook echt niet betrouwbaar. Nee.
Omdat het, ja, dat loopt vaak iets van, je doet het toch niet helemaal perfect. Maar wat die mannen betreft, ja, inderdaad, er zijn maar een aantal mogelijkheden. Nu, er wordt wel onderzoek gedaan naar een anticonceptiepil en andere methodes voor mannen, maar dat zit allemaal nog in de beginstadia. En dus ik heb hier bijvoorbeeld, er is nu momenteel onderzoek lopende naar een soort van hormoonloze pil. Hè? Dus dat is dan met een eiwit dat ervoor zorgt dat sperma tijdelijk niet kan zwemmen, om het zo te zeggen. Dat is succesvol getest op muizen. Maar ja, dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat dat bij mensen ook gaat werken en dat dat naar bijwerkingen toe moet, dat dan ook wel allemaal goed nage... Dus we zijn er nog niet. Je hebt ook nog een soort gel met testosteron en een ander hormoon dat je dan op je schouder moet wrijven. Er wordt ook onderzoek naar gedaan. En dan ook nog een gel die ze dan via een injectie in het scrotum spuiten om de zaadleiders dan vol te... Mijn man heeft al lang afgehaakt nu. Ja, ja. Maar dus dat is eigenlijk iets dat zeker niet voor de nabije toekomst... Niet voor de gevoelige kijkers. Nee, dat is toekomstmuziek. Ah ja, oké. Blijkbaar zijn er wel mannen die daar interesse in hebben, maar ja, het gaat nog wel een paar jaar duren waarschijnlijk. Voorlopig zijn wij het die onze voorzorgen best nemen. Ja, absoluut. Nee, heel goed. Dank je wel om ons dit allemaal te komen vertellen, Gitte. En misschien tot de volgende keer. Ja, goed. Dank je wel.